Trekvissen zijn er in verschillende soorten. Je hebt bijvoorbeeld de zalm die een groot deel van het leven in de zee zwemt, maar wil voortplanten in een rivier. Of de paling die juist leeft in een rivier, maar in de Atlantische Oceaan wil voortplanten. Rondom Nederland verliep dit proces vredig, totdat er een blokkade kwam. De afsluitdijk. Ontelbare vissen liggen rond de dijk in de hoop om via de spuissluizen de overstap te maken. Alleen de allersterkste vissen lukt dat. De oplossing wordt nu gebouwd. Een vismigratierivier. Een echte wereldprimeur. Dit gat in de dijk moet ervoor zorgen dat 200 miljoen vissen per jaar wel hun weg kunnen vervolgen. In het IJsselmeer is sinds de afsluiting van de afsluitdijk ook de visstand dermate gedaald. En de flora en fauna neemt af en de waterkwaliteit neemt af. Dus ook de vismigratierivier is hier een herstelmaatregel voor. Zo werkt het. Als het eb is, komt een stroom van zoet water in de Waddenzee terecht. Grote vissen zwemmen tegen die stroming in, maar de kleinere of zwakkere vissen laten zich meevoeren richting het IJsselmeer. Ze gaan dan door deze aangelegde tunnel. Ze komen dan uit bij een stuk waar nu aan wordt gewerkt. Een slinger van 4 kilometer lang. Dus om langzaam te wennen van het zoute naar het zoete. Dus die lengte van die rivier, ook daar is heel goed over nagedacht, die is zo lang gemaakt om hen dat comfort mee te geven om langzaam te kunnen wennen. Na de tocht kunnen de vissen verder naar de rivieren of andersom naar de Atlantische Oceaan. Het project kost 60 miljoen euro en moet eind 2025 helemaal klaar zijn. Het gebied wordt ook zo ingericht dat het voor bezoekers mogelijk is het allemaal van dichtbij te bekijken. Sowieso het beleefbaar maken, het zichtbaar maken dat er zoveel miljoenen trekvissen gebruik maken van ons IJsselmeer doortrekken richting dat deltasysteem. Maar sowieso ook voor recreatie en het kunnen laten zien, hier kunnen komen bij het doorlaatmiddel. Maar ook uiteindelijk voor verbeterde waterkwaliteit en de recreatie dan in het IJsselmeer.